Hallo mensen, Groen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met de talenten FUTDRAFT. Ja, als je een beetje nadenkt, kan je op zich wel zien wat dat is. Ik ga de beste talenten in FUTDRAFT kiezen. En daarmee ga ik de FUTDRAFT spelen. Koen, wat een top idee. Er zijn vast al 35 YouTubers die het gedaan hebben. Boeit me niet. In ieder geval, ben je nog niet op mij geabonneerd? Doe het dan zeker, dat kan hier beneden. En als je dan op dat belletje klikt, dan krijg je een melding. Wanneer ik een nieuwe video upload, wat iedereen wil. En daarnaast hoor je dan bij Team Belletje. Team Belletje gaat er weer hartstikke viral. Ik zie het bij allemaal YouTubers. Dat vind ik top om te zien, jongens. Maar vergeet zeker dat belletje niet. En als je dan toch bij dat belletje in de buurt bent, doe ook zeker een duimpje omhoog. Want ik heb gehoord, als je nu op het duimpje omhoog klikt, dat je dan hoort. Kan je linksom, kan je rechtsom. Oké, dat is niet heel realistisch. Hè? Jullie trappen er waarschijnlijk niet in als ik dat zeg, want het is een beetje lang. Oké. En als je dan toch beneden bent, druk dan zeker ook op het duimpje omhoog, want dan hoor je duimpje als je op het duimpje klikt. Het is echt waar. Als het niet waar is, ja, het kan niet. Het is echt waar. Het is echt waar. In ieder geval, ja, like dus zeker. En dan gaan we de FUTDRAFT maar beginnen. Hoppakee, 15.000 munten, alsof het niks is. Oh, lekker. Wat is het slimst? Ja, we gaan gewoon voor de... Nee, ik moet ermee gaan spelen. We gaan eens nog voor deze. Let's go. De beste talenten. Dit gaat lekker, IE. Wat zijn je servers weer toppie vandaag? Oké, nou, even kijken. Deze zijn allemaal 150, dus dan is het sowieso de bruine. De bruine is als enige niet zo heel oud. Al is hij ook wel 26. Maar hij is dan wel, ja, gewoon het meeste talent van al deze spelers. Maar ja, Ronaldo is 104. Sanchez is 112. David Luiz is ook oud. Is ook oud, ja. Oké, de bruine. Gaan we door. Oh, Neymar is natuurlijk wel een talentje. Hazard ook. Neymar is wel beter. Neymar is wel gewoon een groot talent. 92. What the fuck? Neymar is al 92. Die is bijna 25. Hij is al 5. Neymar is 25? What the fuck? Sowieso gaan we voor Neymar. Grootste talent. Neymar vond ik nog wel dat hij ook echt de top gaat halen. Oké, we hebben hier Balotelli. Was natuurlijk een groot talent. Is nadat nog een beetje fout gegaan. Icardi is nog voor mij best wel jong. Die is 93. Dus dit moet dan wel Icardi zijn. Icardi is natuurlijk ook wel een talentje. Balotelli heeft het toch wel een beetje verneukt gewoon. Hij heeft wel een leuke nieuwe foto, maar... Die lichtinval is toch niet helemaal lekker. Rechtsbuitentje. Ja, dit is kut. We hebben Bill, die is wel goed, maar die is al best oud. Die wordt 28 dit jaar. We hebben Fekir. Dat is dan wel, denk ik, nu nog het grootste talent. Ja, want Rob is dood bijna. Die is echt, scheelt niet veel. Dan heb je Messi. Ja, die is 30 dit jaar. 30! Ik herhaal 30, jongens. Messi wordt 30. Ja, we gaan voor Fekir. Dat is op zich wel jammer dat ik daar Fekir moet kiezen. Maakt niet uit. We gaan de FUTDRAFT alsnog winnen. Hier heb ik dus echt geen idee. Oh, die Hulibjerg is volgens mij wel jong. Die komt uit 95. Moet ik hem eigenlijk wel kiezen. 85. Deze is ook niet heel jong voor mij. Nee, 1990. Oké, gaan we voor Hulibjerg. Dat is wel echt kut. Oh, heeft hij wel een linkje met de bruine? Ja. Wie is hier nou een talent van, jongens? Deze komt uit 88. 88, 89, 89 en 87. Nou, gaan we wel voor Lasno, omdat hij mooi haar heeft. Wie hebben we hier? We hebben Mahrez. Ja, Podolski is dood. Die is, ja, die wordt 2, 3, 3, 3 zo, die is al zo oud, joh, Verinha? What the fuck? Dit moet wel Mahrez zijn. Hij wordt wel 26 dit jaar. Maar toch, 25 is gewoon een mooie leeftijd. Dat kan wel een talent zijn, dat is 25. Maar Mahrez komt er toch gewoon wat later uit. Oh, dit seizoen ook helemaal niet heel goed meer. Voor mij is Bartra best jong. In ieder geval wel zeker de jongste. Het wordt eigenlijk een beetje jongste team. Maar dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Het is echt om de talentjes eruit te pikken. Maar ja, misschien krijg ik hoop dat er nog een moment komt dat er twee zijn die allebei jong zijn. Kijk, hier is Mustafi dan toch wel weer het grootste talent. Aangezien hij ook weer het jongste. Ja, dan wordt het toch pijnlijk. Die beginnen toch langzaamaan pijnlijk te worden. Kijk, deze zijn allemaal oud. Deze man wordt. Nou, hij is helemaal niet zo oud. Nou, hij is 28. Hij is gisteren jaar geweest voor mij als ik het opneem. Het zijn allemaal geen talenten meer. Maar Godin is de laatste jaren wel goed ontwikkeld. Ja, Alderweireld ook wel trouwens. Bender is jonger, maar Alderweireld is dan het grotere talent. Dus we gaan voor Alderweireld. Yes. Heb ik in ieder geval niet het jongste team. Ben ik blij mee. We hebben hier Sportiello. En Sportiello is best jong. 24. Maar hij is wel 82. Dus ga ik hem zeker kiezen. Hij heeft een upgrade ook gehad. Dus dat is waarschijnlijk echt een toptalent. Ik ken hem alleen niet. We hebben niet echt een goede talent gehad zoals Tielemans en zo. Ja. Dit kan natuurlijk niet anders. Super Jens. Dan hebben we deze duidelijk Salah. Salah is nog enigszins jong. 25 of zo. Oh, Iscootje. Iscootje is gewoon een talent. Ja, kijk, hier maakt het niet uit wie jongens. Dus Isco is gewoon nog steeds een talent. Ook al is hij waarschijnlijk een jaartje of 25. Hij is 24 nu, wordt bijna 25. Maar Isco, toppertje. En wat is hij goed dit seizoen? Het was hij ook goed bij Malaga. Wie is hier het grootste talent van? Royce of Lacazette? Ik denk dat Lacazette echt nog wel een stuk beter kan. Terwijl Royce echt niet meer beter wordt dan 89. Dus ik ga voor Lacazette. Polo's is het jongst. Maar ja, niemand kent Polo's. We gaan wel voor Antonio. Die is ook nog best wel jong. Hier duidelijk Solletje Campbell. Ja, Walker dacht eerst dat het nieuwe Messi ging worden. Was niet het geval. Dus Sol Campbell, daar is het wel het geval. Ja, dit is duidelijk Courtois. Ik weet niet, is Courtois de jongst? Ik denk het ook wel. Ja, duidelijk. En hij is ook hier het grootste talent van. Ja, die andere middelmatige spelers allemaal. Middelmatige spelers. Oh, oh.
Ja, dit is kut. Kom je aan met je 38 Messi? En wat heeft Mertens een nieuwe foto? We gaan trouwens ook voor Mertens. Want ondanks dat Mertens niet zo... Oh, hij is wel echt oud. Mertens is wel echt oud. Hij is bijna 30. Beel is maar 2 jaar jonger. Ik wil hier toch voor Mertens gaan. Nee, dat is niet waar trouwens. Beel is echt een groot talent van Mertens. Oké, we gaan voor Beel. Ik hou mijn bek wel gewoon. Waarom ga ik voor Beel als ik ook voor Messi kan gaan? Die is een jaartje ouder. What the fuck? Ja, hier. Geen twijfel. Dybala. Wat een smikkelbeer, jongen. 89 rated in vorm. En nog fucking jong ook. Voor mij is hij 23 of zo. Hier ken ik helemaal niemand van. Dus dat maakt me ook echt een tyfus uit wie daar talent van is. Boom. Wie is het meest talent van dit? Ja. Ik denk, hij is oud. Milner is oud. Komarov ziet er ook oud. Ik denk dat Trash het jongst is. 82, 87, 79 komt hij uit. Die bent er bijna 40. En Trash is inderdaad de jongste. Wat ben ik er ook goed in inschatten. Het is niet normaal meer, jongens. Ja, hier, Shaar ziet er wel uit als een talent. Maar deze ook. Ja, ik zie Shaar. Shaar zie ik nog wel goed worden. Ik zie Shaar nog wel een goed speetje worden. Heet ook wel, ja, ik weet ook niet wat ik eigenlijk lul, maar oké. Ja, hier hebben we eentje. Die is sowieso een talent. Donnarumma uit 1999. What the fuck? Gaat er zeker in, uiteraard. En dan gaan we nu even wisselen. Even kijken of we er nog wat uit kunnen halen. Want dit is natuurlijk niet heel best. Eén ding is zeker, als ik hier met de Vittel win, ben ik echt een legend. Oké, we hebben 85 rating en 73 chemistry. Dit wordt echt een drama. Nou, daar gaan we dan, jongens. Wat gaan we lekker? Dit is zijn Futuraf team. Ik ben benieuwd. Ja. Dan ben je toch gewoon een beetje genaaid. Vuile poot, zet hem meteen op pauze. Dan gaat hij waarschijnlijk nog betere space inwisselen. Alsof je team al niet goed genoeg is, joh. Man. Maar ik heb wel Icardi. En die Bala. Oh, lekker. Ja, de bruine hangen. Oh, kansje hoor, kansje. Corners, echt. Ik weet nog steeds wat ik daarmee aan moet. Ik weet het gewoon niet. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen bij corners. Heb je nou echt de beste corner techniek ooit? Ja, dan moet je hem zeker niet delen. Maar ja, als het de beste ooit is, dan moet je hem lekker zelf blijven gebruiken. Heb je nou eentje wat niet de beste ooit is, maar die wel goed is? Deel hem dan zeker. Kut. Lekker. Moet even opletten. Normaal sla ik altijd op mijn muismat, maar die heb ik een beetje omhoog gelegd. Dus dan wordt het al snel je tafel waar je op slaat in plaats van op je muismat. Ja, iets om op te letten. Deze man heeft gewoon Neuer erin gebracht. Gewoon fucking Neuer. Hoe ben je dan een poot, zeg? Waarom is mijn verdediging zo fucking open? Oh, wat is het met 3 verdedigers? Wat doet hij? Hij springt langs de bal. Laten we even defensief gaan, want dit gaat helemaal niet goed. Godsamme, dit team speelt zo slecht zonder chemistry. What the fuck? Ik heb in tijden niet zo'n team gehad wat zo fucking slecht speelde. Echt niet normaal. Ik ga denk ik even beelden erin brengen ofzo. Dit loopt echt voor geen meter. Ah, die aannames ook, jongen. Niet te filmen. Al doe ik het toch. Want ben ik ook een ongelofelijke hacker. Gaan we even wisselen. Dit kan echt. Dit kan gewoon niet langer. Nadeel is dat je niet van opstelling kan veranderen. Aangezien het Futuraf is. Want ik heb nu Dybala op CM staan. Daar heb je niet heel veel aan hem. Nou, kijk dit nou terug. Nee, dit kan echt niet. Dit kan... Ja, wat een kut goal. Wat een ongelofelijke tyfus goal. Dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal gewoon. Hoe die... Oh, 44 minuten. Love it. Moet ik ook zeggen, dit team is echt heel erg slecht. Voor de rest wil ik het niet op mijn team blamen ofzo. Maar dan komt het wel door. Oh, fuck off! 2-0. Nee, dat is lekker. In 2 minuten verneuk ik gewoon de hele wedstrijd. Hou ik van. We staan 2-0 achter bij rust. En 2 minuten geleden stonden we nog 0-0. Lekker. Blij mee. Hou je bek. Dit kan. Wat een kutspel. Wat een ongelooflijk kutspel is het toch soms ook. Ik ben een stuk lager ineens. Het lijkt net alsof mijn webcam naar beneden is gevallen. Oh, baas, dat is ook zo. Oh, neem maar. En daar binnen. En goed. En... Ja, ref. Ja, dit is gewoon 100% overtreding, hè. Maar alleen omdat hij niet op zijn mel valt, omdat het geen homo is, is het geen overtreding. Ja. Zo... Gewoon dat. Als dat omdraait, dan krijg je te horen wat ik echt zei. Ik zal het even voor jullie omdraaien. Dit is soms echt een vervelend spel. Ja, dat was het dus. Ja, ik wist dat jullie het niet wisten, maar ja, ik heb het even voor jullie omgedraaid. Ja, dan heb je het gehoord. Geen dank. Doe ik toch voor jullie. Ah, dat is helemaal kut. Hou je bek. Oh, paal. Ping. Nou, die bal. Laat ook eens wat zien. Eerst dat hij aan de bal is, volgens mij. Eerst dat hij aan die bal is, voor. Ja. Ja, oh. Het potje gaat minder goed dan gepland, als ik eerlijk ben. Hij gaat eigenlijk een stuk slechter dan gepland. Is het aan te raden om een team te maken met de grootste talenten? Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik mag gewoon niet scoren. Het mag gewoon niet. Die heeft het... gunt het mij niet, deze wedstrijd. Eén voordeel, we krijgen wel meteen onze packs. Duimpje. Oh, ik kan beter maar even blijven spelen. Ja, dit is niet de slimste. Ja, oké, dit is misschien wel klein met je eigen fout. Je moet ook niet je controle loslaten als je aan het spelen bent. Staan we 0-4 achter. Oh mijn god. Hop, goed. Voor die eregoal. Jongens, gun het me. Komt-ie. Mahrez. Verre hoek. Nou, die Neuer, jongen. Dat is echt gewoon niet normaal. Dat is echt niet normaal, gewoon. Ja, oh, wat een flikker, joh. Oh.
Hey, hou op met getoeter. Oké, we zijn klaar. We hebben verloren met 4-0. Dat kan natuurlijk gebeuren. Ik ben benieuwd naar de wedstrijdstatistieken. Ja, dit is dan toch wel... Je kan zeggen flatteerd. Je kan zeggen is niet goed afgemaakt. Ja, het is één van de twee. 0 keer scoren met 8 schoten op goal. Ja, dan verdien je ook echt niet om te winnen. Kan je linksom, kan je rechtsom. Dan verdien je niet om te winnen. Fut aftoken pakket. Oké. Komt een nieuwe pack opening. Komt eerst pack. Het is een walkout. Toch net geen walkout. Wel een rare? Ja, een rare. En het is... Wie is dit nou? Zubia. Komt de volgende. Het is weer geen walkout. Het is weer een rare. Weer Zubia. Nee, het is Boateng. Ook niet. Het is niet Boateng. Het is Donza. Oké. Okay. Ook mijn zilverbeek is geen walkout. Is ook geen... Oh, het is wel een rare. Treuengel. Zou die zwaard zijn? Nee. Deze man daarentegen is 3K. Lekker. Rivière. Die is voor mij best bekend. Die heeft ooit bij Lyon gespeeld of zo. Ooit wel bij een bekende club gespeeld. Nou, in ieder geval, de rest is helemaal niks. Mensen, ik hoop dat je dit leuk vond. Vond je me een leuk frame? Zeker niet te liken. Het was niet mijn beste idee ooit om een team te maken met de grootste talenten. Maar dat kan natuurlijk gebeuren. Je kan niet altijd top ideeën hebben. Ja, dat had ik wel tot nu toe. En dan is het toch jammer dat ik mijn eigen reputatie verneuk. Maakt niet uit. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het nou zo leuk dat je denkt van, oh, ik wil echt nog meer video's van hem zien? Dat kan. Als je hier klikt, hier zo, ja, dan kan je andere video's van mij kijken. En als je nou hier zo klikt, dan kan je op mij abonneren. Daar, ja. Zie je dat daar? Ja, en dat zeker even doen. Zeker even doen. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Zijn ja, geklikt? Oké. Okay. Doei.